welkom bij aflevering 35 van Hanusje. Thea is wel lekker geslapen van zondag op maandag. Geen pijn in de buik en geen paracetamol gebruikt. Lekker man, zie je dat het kan? Ronde Groot vond het geen schokeffect, zei hij tegen NOS-verslaggever Philip Koken. Philip zei, ik zag zelf een spandoek met je naam erop in het stadion. In de hoek, zei Ron. Ja, zei Philip. Oh, zei Ron, die hangt er al een paar jaar. Een herkenbaar systeem, met gezonde spanning, daar kom je voor. Jullie trainer John hoorde je brommen. Ze hebben ons kazen gesmolten. Wat een sfeertje. Dank je publiek, jullie waren de 12e man. Veel plezier zondag in het noorden. En doe Piet Paulus maar de groeten van ons. Favoriete speler vond ik Van Haken. Met die krul over krul in. Een heerlijk doelpunt. En dan Taiwoe. Doet u de shirt uit, staat erop, God is de grootste. Maar daar hadden ze verkeerd gedrukt. Dan moest je zien, Ron is de grootste. Rare luider, die Friezen. Moet je eerst met de bus een Elfstedentocht maken om in Heerenveen terecht te komen. Het is net of je in een ander land gaat. Zo is het daar ook euro's hebben. Kom je daar, moet je eerst het volkslied zingen voor de aftrap. Die wedstrijd nou in de T-half of in het Abel Lentstra stadion. Ze denken dat ze over ons heen kunnen schaatsen. Ik zeg, met Jurgen Strappel in de grappel. Wij gaan de zout strooien. Samen met die Friese deurlopers. Foppen, Parken en Bappe, het en Mam en de Rayonhoofden, die komen ook helpen. Het keert aan. Ik neem vast een koude Berenburger, want ik kan vriezen of dooien. Scheidsrechter uit Jansen, 46 jaar en geboren in Meijel. Hij werkt bij een taxibedrijf in Venray. Dat wordt een mooi duur ritje naar Heerenveen, met de taxi van de zaak. Zal we een zwarte taxi zien? Ik voorspel, we hebben ooit eens daar met 208 gestaan en met 3-2 gewonnen. Ik voorspel dat nou weer, 2-3. Twee vingers in de neus. Gewijd halen, geen eerste divisie, het komt allemaal goed. Nou hoorde ik dat de praatpaal in Nederland gaat verdwijnen. Waar moet ik nou tegenaan zeggen? We zetten de bloemetjes buiten. Als we zondag gewonnen hebben, dan mogen we er natuurlijk wel een paar nemen. Hè? Dat snap je wel. Houdoe en tot ziens.